zijn er. Oostenrijk, blijf vanuit Oostenrijk. Samen met mijn grote vriend Tony Verena zullen we verslag uitbrengen naar jullie, lieve fans. Onze bewaker. Hé, hey, goeiedag. Hij doet niks. Goed. Je wordt van heel dichtbij gefilmd door je nieuwe vloggenoten. Dan gaan we even de rest van het hotel bekijken. Ja, we zijn lekker vervelend aan het doen. Milo, jij mag ook mee als je wil. De receptionist. Hallo. 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 Montien. Oh, Sven. Hey, Sven en de witte Keniaan. Sven, geef onze fans even een update van hoe jullie er nu voor zijn. Gaat goed, jongens. Gaat goed onderweg. Ja, wat gaan jullie doen dan, jongens? We gaan even naar de bergen. Een beetje cultuur snijden. Oeh, oeh. We gaan jullie nu meenemen naar, de jacuzzi. En koude bad. Precies. Wat natuurlijk wel gewoon heel belangrijk is voor het herstel. En dat hebben we deze middag, dus gaan we jullie de belangrijke dingetjes maar even laten zien. Hè? Kom maar mee. Kom maar. Hè. Hallo. Nou, hier pakken we meestal onze herstel na een training. Ijsbad. En dat kan je dan afwisselen met een warme bad, een jacuzzi. Plus je hebt nog een mooi uitzicht. Dat komt erop. We hebben een sauna hier. Het is ook super, super warm hier. Echt warm. Zo. Maar Jean-Paul, wat zijn dit voor sokken? Nee, dit zijn herstelkousen. Ook een onderdeel van het hele herstelproces. En die zijn de feiten op maat gemaakt. Dus hartstikke bedankt, fysio's. Ik ben echt super blij met jullie. Dit is onze materiaal, man. Waar is dit voor? Feyenoord TV. Oké. Dit is onze materiaal, man. Ik leef me niet overal voor. Hier, Jesse. De young boy. Dat is de toekomstige kader. Die wordt alvast opgelegd. Ze zorgen altijd goed voor onze kleding. Ja. Mijn spullen pakken. Alles netjes. Hallo Jesse, bedankt. Ciao. Hey Anu. Wat is goed, jongen? Hoe is het? Heel rustig. Hier is BB 108. Wie slaapt dat? Hebben we het niet over het restaurant, maar gewoon over kamer 108. Champagneetjes. Kom maar binnen. Jullie zijn welkom. Ik heb stof gezogen, ik heb de afwas gedaan. Dus kom maar binnen. Even kijken of het netjes is. Ja, kamer. Veel scheerapparaatjes. Ja, ik word ouder ook, hè. Dan gaat er op meerdere gekke plekken gaan haar groeien. Dan moet gewoon weg, baby. Ik mag niet klagen. We hebben wel goed uitzicht. Ja, zwembad. Yes. Ga ik slapen. Wat ga je doen? Of aan de haps. Onze nieuwe aankoop. Hoeveel maak je het hier in Oostenrijk? Ja, gaat goed, man. Ja? Lekker. Boys hebben me goed opgevangen, dus... Dat is belangrijk. Helemaal top. Wil je nog wat zeggen tegen de supporters? Ik ga voor jullie strijden. Dat wil ik zeggen. Mooi gesproken. Hey! Hapsi! Hey! Hoe gaan de trainingen? Ja, het is lekker. Goed niveau, daar hou ik van. En ik ben echt aan het genieten hier, man. Ja? Ja. Oké. Wil je nog wat zeggen tegen de supporters? Ik zie jullie snel in de cap. We gaan jullie meenemen naar de eetzaal. Naar de eetzaal, ja. Hey, mes aan. Hey, Bas, Bas. Ja, hey, ja. Boven, hier zijn we dan, de eetzaal. Hallo. Wie geht? Goed. De warm hout bakken, niet onbelangrijk. Kijk, bolognese saus. Tomatensaus met basilicum, potatoes, spaghetti. Ja, nee, ja. Het is wel leeg, hè, maar ik vind het helemaal goed. Het hotel is fantastisch. De eetzaal. Jongens, laat even zien waar je zit. Ga me niet vertellen dat jullie allemaal aan dezelfde tafel zitten. Nee, ja, we zitten gewoon met z'n allen lekker hier aan tafel. Ik zit hier. Tony heb je dan aan de kop van de tafel. Dit was onze vlog. Blijf ons volgen. Feyenoord.Rotterdam, Instagram. Like, deel en abonneer. Like en abonneer. Subscribe. Duimpje omhoog als je het leuk vindt. En een comment kan altijd onder de video. We houden van jullie. En we gaan een leuk jaar tegemoet met elkaar. We houden het gezond. Houdoe. Be safe.